Ja, het eerste belangrijke ding waar je bij moet nadenken, is natuurlijk van, wil ik het wel echt? En doe ik het niet omdat mijn liefde wilt of omdat ik onder druk word gezet? En doe het ook alleen met iemand die je ook echt vertrouwt en ook echt kent. Hè? Dus inderdaad, met je lief, dat is de eerste beste optie, die zou je in principe moeten kunnen vertrouwen. Maar ga niet random met iemand doen die je net op internet hebt leren kennen, want daar kan altijd iets misgaan dan. Hè? Dat kan sowieso ook als je een relatie hebt, maar normaal gezien is er wel een beetje sprake van vertrouwen. En stel dat je dan zegt van oké, ik ben er wel klaar voor, ik wil eraan beginnen met mijn lief. Maak dan op voorhand ook een beetje afspraken daarover. Van hoe gaan we dat aanpakken? Wat gebeurt er met die foto's of met die video's of met de berichtjes die we naar elkaar sturen? Het beste is om die zo snel mogelijk allemaal te wissen. Dus dat je niet in de problemen komt om ook geen opnames van elkaar te maken. En ook wat ook kan helpen natuurlijk is om gewoon onherkenbaar op die video's of op de foto's te gaan staan. Hè? Dus er zijn zo een aantal tips. En dat is bijvoorbeeld je gezicht niet op de foto. Zorg dat je geen piercings hebt die herkenbaar zijn. Geen tatoeages. Geen achtergrond die herkenbaar is. Want stel dat je dat natuurlijk in je slaapkamer doet en dan hangt er ergens een grote foto van jezelf op de achtergrond. Ja, dan gaan mensen ook wel weten dat jij het waarschijnlijk bent. En als je eraan wilt beginnen, ik geef altijd als tip mee, bouw het een beetje langzaam op. Dus begin eventueel inderdaad met pikantere berichtjes om zo een beetje af te toetsen. En dan kan je kijken om verder te gaan naar eventueel een foto of zo te sturen. En heel vaak denken mensen, oh, dat moet meteen een naaktfoto zijn. Maar eigenlijk is een foto in lingerie of zo, of waar je een beetje iets ontbloot, is vaak veel sensueler en opwindender dan een hele naaktfoto. En dus als je het toch oncomfortabel voelt om helemaal naakt te gaan, dan kan je eventueel wel gewoon een mooie BH of een mooie boxershort of weet ik veel wat een foto nemen. En zoek er een beetje naar, want dat is voor iedereen anders. Hè? Dus wat voor mij werkt, werkt niet per se voor iemand anders. Dus laat je een beetje leiden door het moment vooral. En doe vooral geen dingen tegen je eigen wil. Dus dat is het belangrijkste.